kijken. Maar we gaan het weer moeten opzetten. Hallo. Dag Stijn. Dag Matthias. Je hebt stof tot nadenken. Ik heb stof tot nadenken mee. Samen trappen tegen grenzen, cadans in balans. Waarom heb je dat opgeschreven? Wel, 10 jaar, een goede 10 jaar geleden, in 2010, ben ik mijn tweelingbroer verloren aan zelfmoord. Hij had zelf een moeilijkere periode, maar na het verlies van mijn tweelingbroer heb ik het zelf ook heel moeilijk gehad. En was er wel gelukkig hulp voor handen, maar voor mij is dat ook een handsparcours geweest voor de hulp toe te laten. Maar ook ja, het stigma zelf is heel zwaar verdragen. En ja, stap voor stap heb ik ook wel mijn weg kunnen vinden. Ook in 2014 heb ik meegewerkt voor Te Hek aan een documentaire. Ja, en vind ik het heel belangrijk waar dat kan, mijn steentje bij te dragen voor taboe rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken. En vorig jaar heeft Anneke Krols, de bezielster van Trappen tegen Grenzen, al Hans-België rondgefietst en heeft zij ook geld ingezameld voor een goed doel. Ook te maken met een psychische kwetsbaarheid. En van die jaar is Trappen tegen Grenzen nog maar een paar maanden geleden een VZ2 geworden. En gaan we nu zondag vertrekken we voor 2 weken en fietsen we Hans-België rond. En iedereen in ons team heeft ooit te maken gehad met mijn psychische kwetsbaarheid, maar dat draagt ook altijd wel mee. Ik ook, ik heb het heel moeilijk gehad, ik heb psychische hulp nodig gehad, maar dat verlies van mijn tweelingbroer, dat is iets dat ik altijd ga meedragen. En ik ga altijd goed zorg moeten dragen voor mijzelf, maar dat is ook wel de boodschap dat ik wil meegeven. Dat boet doorbreken is ook in de eerste plaats zorg dragen voor elkaar en iemand die het moeilijk heeft, dat is oké. Maar als je die persoon een beetje meedraagt, is dat een wereld van verschil. En het staat wat heb je cadans in balans. Ja, cadans in balans. Ja. En dat staat voor dat bewegen. Dat moet daarvoor niet intensief sporten zijn, maar bewegen. En zeker samen bewegen, draagt ook wel bij naar herstel. Ja, en dat is hier een stof tot nadenken dat ik hier in het hoofd ga. Dankjewel. En je hebt ook een Peter. Ja, ik heb ook wel een super toffe Peter gevonden, Sven. Die kennen we natuurlijk. Ja. Onze huiskunstenaar van Te Gek. En, ja. En die wil Peter worden, of is Peter geworden van Trap tegen Grenzen? Ik vind dat super cool. We staan hier natuurlijk naast het hoofdstof tot nadenken. Een van de laatste dingen die we voor Te Gek hebben mogen bedenken. En dan zijn we toch wel ook verbonden met tegen grenzen verhaal dat de gek ook gaat mee ondersteunen. En ik ben super fier en super blij dat ik Peter mag zijn van jullie project. Oh, kijk eens aan. Ook een truitje. Schitterend. In cadans en balans. Dat moeten we aandoen dan, hè. Boven het te gek truitje. Ja. Dat lijkt als gevoel te zitten, Stijn. Te gek en trappen tegen grenzen gaan hand in hand. Ik wens jullie heel veel moed. Dank u wel. En succes. En jullie hebben vooral elkaar. Dus zeker. Merci. Trappen tegen grenzen.